waarheid van leugens. Spunsbeer. Wat er ging gebeuren wist je niet precies. Maar zo langzamerhand begreep je wel wat er met ons zou gebeuren. Ik loop de stranden, verlaten lege stegen die zwegen. Hoort je leven niet meer praten, want hij is binnengebleven. Eén kip wil in de gronden dat er angst wordt gedreven. Of moet ik zeggen verdreven, want die is al even geleden. Dat het nog echt gestreden, al nemen velen geen vrede. Maar als ze mensen waas maken of de mens door verdrongen. Twee gewichten en maten, deze draaien en kieren. Terwijl ze vaten verdraaien in de witte ontieren. Met de grond gelaakt maken, grond witte negeren. Dokters mond hoe het maken die het tegendeel beweren. Dus de wichten censureren in debatten te weten. Je mag maar één stem horen die ze blijven dirigeren. We moeten concluderen en ze demoniseren. Weer worden weerhouden of het minimaliseren. Tegenstand om witte banken dat je nergens kunt graven. Terwijl ze elke dag opnieuw alleen maar angst aan praten. Was u bang voor de dood? Was ik bang voor de dood? Dat ben je altijd. Maar bang voor de dood is nog iets anders dan je daardoor laten beïnvloeden. Want als je alleen maar angst hebt, kan je geen beslissingen nemen. Kritiek is het een buis, je mag dat niks afvragen. Of nog aardoep zeggen zonder dat ze hebben lagen. Een normale discussie, dan mag je vergeten. Geclasseerd als dom door de intellectuelen. Schuld wordt daar verweten als ze verwaten boven alle. Gericht meer op zorg, maar er wel voor betalen. De schade van de regels kunnen nooit aanhalen. Maar zo verklaarde goden dit niveau gewoon bepalen. Bullshit over vaten als ze vaten wegblazen. In normen hanteren we dat ze zelf opvallen. De mensen klaneren en in een vak sorteren. En voor reële problemen nu de neus opholen. Hun verhalen herhalen, nog even indoctrineren. Om er niet te ontwaken, foute cijfers dicteren. De schapen bang houden om hun bevolking te breken. Om de oorlog te verklaren en je niet wilt vaccineren. Omdat je op een bepaald moment eigenlijk een beetje een schokbeslissing moet nemen. Je moet echt een schokeffect krijgen. En daar hoort bij dat je zegt, niet-essentiële winkels ook onmiddellijk dicht. Het was meer psychologisch dan een reële nood. Of een reële veiligheidsgevaar. Nee, ik denk dat dat echt een goede beslissing was. Op een bepaald moment moet je eigenlijk zeggen, de blok erop. De media die leeft in elk land in alle talen. De politiek de oorzaak van al die schandalen. Ze verdelen heel de massa met al hun wandaden. Overheersen de meesten, ook degene die niet slapen. Komen er voor met besloten die zoveel ruïneren. Je moet ze ook niet kunnen stoppen, het is om te chockeren. Vertellen ze erna zonder zich te generen. Hoe kunnen ze iets tolereren of nog relativeren? Terwijl er zoveel ontberen, faillissementen riskeren. Deze zorg niet genereren, terwijl ministers floreren. Het is met niks goed te praten, kom het niet proberen. Want de goden in de spiegel en geweten trotseren. Wanhoop drijft de mensen dat ze leven ontnemen. Dat tellen we baba, de s'avonds dat de taal niet zou keren. Dus blijven virologen al die leugens adviseren. Zitten vast en in hun pas rot ze blijven regeren. Verder zou ik ook nog er willen op wijzen dat het geen zin heeft voor mensen om een masker te dragen wanneer ze in de straat wandelen. Je kan het virus niet krijgen door gewoon in de straat te wandelen en lucht in te ademen, dat is onmogelijk. Het virus wordt voornamelijk overgedragen via de handen. Wanneer we er niet aan denken om onze handen te wassen en masker opzetten of afzetten, verhogen we zelfs het risico om besmet te raken. We zouden dat echt niet graag op de straat zien, dat werkt ook niet, dat heeft totaal geen zin. Ik snap dan niet dat mensen maskers dragen. Dat heeft totaal geen zin. Mask alone can give you a false feeling of protection, can even be a source of infection when not used correctly. Masks should only be used by healthcare workers, caretakers, or by people who are sick with symptoms of fever. 7 Belgian flu deaths per day at the peak of the epidemic would be realistic. That is true in every year, even interpandemically. So I said, I can use that. And then you had to pick who is going to be vaccinated first. Well, women and children first, whatever. Verraad in het kamp was voor de verrader ook zijn doodstraf.
ook weken tegen de Belgische bevolking gezegd, zo'n mondmasker dragen, dat heeft geen enkele zin. Dat is nog altijd zo. Ik snap dan niet dat mensen maskers dragen.